Hier worden opnames gemaakt van de remake van de film voor het Kinderrechten Filmfestival. De film die gaat heten Paralympics 2024. En we volgen deze opnames op de voet. Het UNICEF Kinderrechten Filmfestival is het grootste, zeg maar, hands-on filmproject in Nederland. Waarin kinderen dus echt zelf een film bedenken en een film maken. En daar doen dus nu ongeveer bijna 400 schoolgroepen aan mee. En dan zijn er 18 premières in zo'n 16 verschillende steden. Met op het einde een finale in Amsterdam. Ik ben niet van UNICEF zelf. Ik heb zelf een eigen filmproject. En dat is Hollywood in de klas. En UNICEF vond dat zo leuk dat ze heel graag samen wilden werken. Nou, toen hadden we ook een sponsor, Ziggo. En die wilde graag daar ook aan meedoen. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Het kinderrecht wat jullie hebben gekozen. Want heel goed, origineel. Heel veel films die gaan of over gelijke behandeling. Dus pesten, weet je wel. Als je wordt gepest, word je niet gelijk behandeld. Of die gaan over recht op onderwijs of kinderarbeid. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke rechten. Maar artikel 24, die hebben we nog niet. In het hele filmfestival hebben we die nog niet. En dat is kinderen met een handicap hebben recht op extra zorg. Klaar voor de start, klaar voor de start. Klaar voor de start, hey! Klaar voor de start, klaar voor de start. Hey, doe je mee? Ik speel de hoofdrol in deze film omdat ik ben uitgekozen en ik vind het heel leuk. We gingen opnemen en uiteindelijk was het heel vaak fout gegaan. En vooral bij de ongelukscènes, waarvan ik bijvoorbeeld tegen een auto moest aanlopen of een bal tegen mijn gezicht kreeg of ergens tegenaan moest botsen. En dat vond ik wel een beetje lullig, want bij de andere scènes ging het gewoon heel snel goed. En bij de ongelukscènes waar ik een beetje pijn kreeg, ging het niet zo vaak goed. Ga je mee met ons op reis, want samen dingen doen. Ik had destijds had ik een stagiaire en van de hogeschool in Holland in Den Haag. En zij hadden een stageopdracht. En dat was eigenlijk het maken van een kinderrechtenfilm voor UNICEF. En daar hebben we toen afgesproken van dat we dat projectje op zouden pakken. En toen zijn we zo aan de slag gegaan. Marloes heeft destijds met de leerlingen eerst even gesproken over alle kinderrechten die er waren. En er is een hele brainstorm sessie gehouden. Ze hebben erover gesproken. En toen is er, zeg maar, democratisch besloten door de leerlingen welk kinderrecht we wilden pakken. En uiteindelijk wilden we een kinderrecht die niet altijd naar voren kwam, die wat minder in de aandacht staat. En toen op die manier zijn we gekomen van recht voor het gehandicapte kind. Wij hebben het kinderrecht gekozen gehandicaptenzorg. En wij hebben een script geschreven over een jongetje die blind is. En die heel graag atletiek wil beoefenen, de sport. En daar gaat onze film eigenlijk over. Dat hij heel lang gaat trainen en uiteindelijk mee gaat doen met de Paralympics. En daar wint hij.